In Oude Landshoek zijn afgelopen nacht meerdere auto's beschadigd en beklad met hakenkruizen. Ik kwam vanmorgen om 5 uur buiten en toen trof ik mijn bus zo aan. Helaas binnen een jaar tijd voor de 4e keer nu. Banden lek gestoken onder de gravity. En, ja, je wordt er een beetje moedeloos van. Kost iedere keer ook geld. De mensen die verstoppen nu gewoon echte auto's. Dat is, normaal gesproken was het hier s'avonds knokken om een plekje. En nu, ja, je kan de 4 vrachtwagens kwijt. De mensen zetten allemaal al in de wijk de auto's neer. Ik had hem dus in plaats van op de Chico Mendes nu hier neergezet. Zo van, nou ja, dan sta ik onder een paal. Maar ja, je ziet het, het maakt niet uit. Ze steken toch je banden wel lek. Binnen een jaar is dit de 4e keer voor Serge dat zijn auto wordt beschadigd. Inmiddels is het kostenplaatje voor hem dan ook opgelopen tot bijna 6000 euro. Het is nog geen 3 weken geleden. Hadden ze 2 voorbanden van me te pakken en een achterband. Ja, nu ja, zijn splinternieuwe banden die eronder zitten. Ongeveer 13 auto's zijn ditmaal beschadigd. Van mijn overburen, 2 huizen naast elkaar. Eentje staat er nu nog. Er komt toevallig net een andere buurman aanlopen, die heeft ook een lekker band. Ja, het is te gek voor woorden. Het slaat helemaal nergens op. De politie vraagt beelden op van omwonenden om meer over de daders te weten te komen.